Goeiedag iedereen op YouTube. We zijn vandaag bij Europarks de Rijp in Westgrafdijk, Noord-Holland. En we gaan even een kleine rondleiding geven van dit park. Hier aan de rechterkant heb je de ingang van het park. Meteen hier aan de rechterkant heb je 3 parkeerplaatsen. Daar kun je je auto parkeren als je gaat inchecken bij de receptie. De receptie is hier. We zijn hier in het begin van het park. Hier staan er wat meer kleinere huisjes. Bungalow-achtige huisjes. En als je wat verder naar achteren gaat in het park, kom je bij de stenen huisjes, de luxere huisjes. En dan gaan we zo even kijken. Zijn we in het achterste gedeelte waar de wat luxere stenen huisjes staan. Deze worden volgens mij ook allemaal verhuurd. Sommige staan ook aan het water. Daar gaan we zo even naar kijken. Staan wat huisjes aan het water. Het water kun je ook heel goed vissen. Er zit veel vis. En het is ook mogelijk om via de receptie een bootje te huren. We zijn nu helemaal achter in het park. Daar heb je het restaurant Friends and Bites, waar je heerlijk kunt eten, maar ook patat kunt halen en van alles. En hiernaast heb je een heel klein supermarktje, waar je bijvoorbeeld iedere ochtend broodjes kunt halen. Wat ik wel zou aanraden om ze van tevoren te bestellen, want ze hebben vaak niet zo heel veel broodjes. En gewoon even bestellen, dan weet je zeker dat je op tijd bent. Tegenover het restaurant heb je nog een klein zandstrandje, waar je ook goed kan zwemmen. En er staan nog wat speeltoestellen voor de kinderen ook. In het midden van het park bevindt zich een kinderspeelplaats. Met daarnaast het washok. Je kan dus muntjes volgens mij kopen bij de receptie. En dan kun je hier je was doen. Naast het washok bevindt zich het openluchtzwembad. Het is op dit moment niet open. Het is vandaag niet zo heel mooi weer. Dus hier kun je gewoon lekker buiten zwemmen. Er is ook een binnenzwembad en dan gaan we zo meteen even kijken. Er is ook een tennisbaan. Moet wel even rekening houden dat het een soort asfaltondergrond is. Het is niet echt een gravelbaan. En hier is de ingang van het zwembad. Gaan we even bij het binnenzwembad kijken. Hier heb je de hokjes. Kinderbadje. Nou, dit was een korte beschrijving van het park. Ik hoop als jullie hierheen gaan dat jullie veel plezier hebben. En ik wens jullie een prettige vakantie.
Tot ziens.